Voor iedereen zal het betekenen dat hij opnieuw moet gaan kijken, kom ik nog wel uit met mijn geld en nieuwe budgetten bepalen. Alles wordt duurder en duurder. Hoe houd je nu toch overzicht over je geldzaken in deze tijden? Waar kun je direct op besparen en waar vind je hulp? Voor de antwoorden op deze vragen bezoek ik vandaag Gabriella Bettonviel. Zij is strategisch adviseur bij het Nibud. Goedemorgen. Hi. Gabriella van het Nibud. Dankjewel. Goedemorgen. Ja, kom verder. Gabriella, wat fijn dat je tijd vrijmaakt namens het Nibud om zorgprofessionals in het bijzonder wat tips te geven over geldzaken. Want we kunnen er echt niet meer omheen. Dagelijks horen we over de forse prijsstijgingen. Steeds meer mensen zullen denken, hoe zit het eigenlijk met mijn geldzaken? Waar kan ik nu extra op letten? Tegelijkertijd hebben professionals in zorg en welzijn vaak een drukke baan. Dus hoe zet je nu toch die eerste stap richting meer overzicht over je geldzaken? Ja, een hele goede vraag, want ja, iedereen zal het op dit moment merken. Dus voor iedereen zal het betekenen dat hij opnieuw moet gaan kijken, kom ik nog wel uit met mijn geld en nieuwe budgetten bepalen. Nou, en hoe doe je het dan makkelijk? Met een tool die het Nibud heeft, het persoonlijk budgetadvies. En die tool die vraagt jou in te vullen wat je inkomsten zijn en je uitgaven. En stapsgewijs wordt het allemaal langsgelopen. Als je daarnaast de app van je bank erbij houdt, dan kan je de bedragen makkelijk terugvinden. Ik geef ook altijd de vergelijking met, als je aan de lijn wilt gaan doen, moet je eerst weten wat je eigenlijk allemaal eet. En hetzelfde geldt als je wilt gaan bezuinigen, moet je eerst weten waar blijft mijn geld. Als je nu eenmaal die stap hebt gezet voor meer overzicht, dan kun je misschien ook gaan kijken waar kan het nu beter. Wat is nu wat je nu kan doen direct zelf, wat je ook meteen terugmerkt in je portemonnee? Ja, dat is voor iedereen heel persoonlijk. Iedereen heeft zijn eigen uitgavenpatroon en zijn ook zijn eigen wensen die hij belangrijk vindt. Met die tool krijg je dan ook te zien hoeveel jij uitgeeft in de supermarkt. En zie je gelijk een vergelijking met hoe anderen met net zo'n huishouden als jij, met net zo'n inkomen als jij, waar zij hun geld aan uitgeven. En dat geeft jou een richtbedrag en dan kan je zien van, hé, daar kan ik wellicht op gaan bezuinigen, want ik geef veel meer uit dan anderen. En zijn er ook specifieke toeslagen voor medewerkers in zorg en welzijn waar ze aanspraak op kunnen maken? Nee, zij hebben dezelfde toeslagen als iedereen. Maar vanwege het wisselend inkomen is het wel heel goed om daar heel kritisch naar te kijken. En daar regelmatig even te checken van, ja, klopt het nog, het bedrag dat ik krijg? Zodat je niet aan het eind moet gaan terugbetalen. Want dat is zeker nu, we verwachten met al die gestegen kosten, heel erg zuur. We weten wat je nu kunt doen op de korte termijn, maar wat als je redelijk wat spaargeld hebt en ook altijd al wat zuiniger aandoet? Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, ach, ik red het vast wel. Maar hoe weet je of dat het ook echt zo is? En wat zijn de signalen dat je later toch niet in de knel komt? Kortom, waar let je nu eigenlijk op? Ja, belangrijke signalen zijn bijvoorbeeld of je wat vaker rood gaat staan, maar ook of je hoe vaak je je geld van je spaarrekening weer terugstort naar je bankrekening. Want als dat vaak gebeurt, dan is er vaak wat aan de hand en geef je meer uit dan je hebt. Maar wil je het echt zeker weten, dan raden wij toch aan om een jaarbegroting in te vullen. En met zo'n jaarbegroting vul je namelijk al je inkomsten in die je het hele jaar door hebt. En dan zie je aan het eind van het jaar ook of je in de min terechtkomt en dan weet je, oké, ik moet toch iets gaan doen in mijn vaste uitgavenpatroon, want op deze manier red ik het niet meer. We weten nu dus wat je kunt doen op de korte termijn en op de lange termijn. Belangrijk om te weten om niet alleen jezelf, maar ook iemand in je omgeving te kunnen helpen met geldzorgen. Wat als je iemand kent met geldzorgen of als je zelf nog met vragen zit, waar kun je dan het beste terecht? Het beste kun je toch bij je gemeente terecht, want iedere gemeente is verplicht om jou ook te helpen en hebben ook heel veel mensen in huis en kunnen ook gelijk meekijken of je misschien toch recht hebt op de energietoeslag of dat er andere mogelijkheden, potjes zijn binnen de gemeente die jou in deze tijd kunnen helpen. Ja, we hopen dat je met deze tips van Gabriella een stap dichter bent gekomen bij het maken van een overzicht in je geldzaken. In de comments onder deze video kun je ervaringen delen met je collega's in zorg en welzijn. En we lezen je verhaal heel graag terug. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.